zwarte Madonna. Eén van de vele Madonna's. Terwijl Maria over de hele wereld met regelmaat opdook, leek ze ons land maar steeds over te slaan. Maar dat is maar schijn. Ida Peerdeman, 1905-1996, werkte haar hele leven bij de oude colognefabriek van Boldoot en kreeg gedurende haar lange leven voortdurend verschijningen van Maria met dezelfde nietszeggende boodschappen die ze ook aan herinnertjes in heel Europa doorgeeft. Treurig was dat bisschoppen en paters er niets van wilden weten en haar voor hysterica uitmaakten. Terwijl de herderinnetjes van Fatima triomfen vierden in de wereld, werd zij, terwijl ze haar eerste boodschap nota bene op dezelfde dag doorkreeg, 13 oktober 1917, Maria wordt natuurlijk niet beperkt door aardse afstanden, decennia lang miskend. Haar biechtvader paste zelfs, met toestemming van de bisschop van Haarlem, een eeuwenoud duiveluitdrijvingsritueel op haar toe. Haar visioenen raakten bekend en veroorzaakten commotie. Prelaten reageerden kribbig. De maagd dicteerde een gebed dat in alle talen vertaald moest worden en inderdaad in 110 miljoen exemplaren over de wereld is verspreid. En langzaam keerde het tij. Een eerste onderzoekscommissie in 1955 onder Monseigneur Zwartkruis gaf nog een negatief advies. Maar de wereldwijde verering van de Amsterdamse Maria bleek niet te stoppen. Zwartkruis opvolger Bomers had minder moeite en toen Ida op latere leeftijd last kreeg van duistere machten, ze werd regelmatig uit haar bed getild en door de kamer gesmeten, bezocht hij haar en maakte een eind aan het verbod op de verering van Ida's Maria onder de titel Vrouwen van alle Volken en leidde haar uitvaart mis toen ze kort daarop stierf. In 2002 kreeg ze kerkelijke erkenning als Maria-zieleres. Bisschop Punt van Haarlem verklaarde na gebed en theologische reflectie te hebben vastgesteld dat ze in totaal 56 authentieke verschijningen heeft gehad. Het wachten is op een zieleres die dit van Maria bevestigd krijgt. Niet graag gezien. Maria weer, ik schrik me telkens rot. Ik vind het een bezoeking dat gedoe. Wat moet ik met die heilige verschijning? Ze kan toch ook naar iemand anders toe? Die onverwachte opkomst en verdwijning. Neem gisteren, ik fietste naar kantoor en door haar vage, wazige omleiding zag ik het stoplicht niet en fietste door. Mijn rijwiel totaal los, mijn bril kapot. Haar boodschap kan ze toch ook elders kwijt? Ik werk alleen in geur van heiligheid. Nu we toch bij het kitsch en kletskoek bezig zijn, dan komt nog even een versje over Nieuwmanda. U ziet hier een ingestaald kaartje van Nieuwmanda. Wie is Nieuwmanda? Nieuwmanda is een vrouw die over lijken gaat om maar in de kanon te komen. Mirakelswijf. Nieuwmanda is een moordwijf. Buiten kijf. En ook al is haar handeltje niet gratis, de mensen stromen toe. Dat is geen wonder. Er is een markt voor wie ten einde raad is. En zuurkous, zielepoot en hypochonder zijn dol op zoveel aandacht en theater. En medicijnen zijn vaak ongezonder. Maar heb je waterzucht of lendenwater, dan zit het medicijn al in je lijf. Haar waterkuur is puur en onverdund en zelf is ze het stralend middelpunt. Zo, eens kijken of er nog in die
tube spiertie zit.